is de oudste die erbij is gekomen, 37 jaar. Het is een aanvallende middenvelder. Heeft bij SCO gespeeld. Pieter, even opstaan, dan weten we wie we gelijk allemaal. Jongens, dit is Pieter. Nee. Dacht ik al. Blijkt toch wel zo. Heeft bij SCO gespeeld, bij Sparta, bij Papendrecht, in Amerika, in Engeland, bij GOZ en bij Heine Noord. De tweede is Raymond van der Pols. Raymond. 24 jaar. Zijn broer speelt al jaren in het eerste bij Heine Noord. Hij heeft regelmatig meegedaan, maar alleen veel te weinig. Hij is een rechtsbenige verdediger. De derde is Alex van Dijk. Heeft een jaar niet gevoetbald. Is door omstandigheden vorig jaar in de voorbereiding bij Heine Noord afgehaakt. Is een snelle aanvaller en heeft bij OSV hiervoor gespeeld. De volgende is Wesley Koudam. Komt van SAO. Heeft heel de jeugdopleiding doorlopen. Heeft aardig wat wedstrijden in het eerste gespeeld. En heeft het afgelopen jaar in de tweede gespeeld. Tegen Heine Noord 2. De volgende is Jurriaan Lindhout. Dus op het afgelopen jaar is hij linksback geweest bij OSV. En heeft daarvoor ook bij SAO gevoetbald. De volgende is Brian Koesveld. Nou, die kennen jullie allemaal hier. Dat is het broertje van Kevin. Hij heeft een jaar bij Goudwaardse Boys gespeeld. En ik wil graag terugkomen. Dus daar zijn we ook blij mee. Er zijn er drie A-junioren. Zijn er overgekomen naar de selectie. Oscar Buschman. Oscar. Frank Boy. En Daniel van Haasten. En dan hebben we nog één nieuwe speler die zich vorige week zelf bij mij aanmeldde en afgelopen zondag mij opbelde dat hij toch wel graag met heel veel bekende wou voetballen bij PSL. En dat is Patrick Korpel. Hij heeft bij SCO in het eerste gespeeld. Speelt de afgelopen twee jaar bij SSS. In het eerste. En zal volgend jaar ook bij Heine Noord spelen. Of bij Heine Noord. Sorry. Hij is gefilmd, hè?